mooie reminiscence blok gekregen. Waar gebruik je dikke en waar gebruik je dunne papier voor? Ik gebruik het dikke papier voor de pagina's te maken en het dunne papier om iets op de pagina's te maken. Dus bijvoorbeeld als ik een envelop erop maak of een tag erop maak of pocket erop maak, dan gebruik ik het dunne papier. En als ik vorige week had ik aan één kant alle papier zitten en dat vond ik niet zo mooi, toen heb ik dezelfde stans gebruikt en heb ik het dunne papier gepakt om het erop te plakken. Want dan wordt het niet zo dik. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Nou, ik ga lekker van start. Ik heb eigenlijk niet heel veel voorbereid. Ik heb alleen een hele hoop gepakt. Ik heb natuurlijk zaterdag ook al live gehad. Vrijdag een live gehad. Vorige week dinsdag een live gehad. En zondagmorgen heb ik eerst het laatste YouTube of het laatste filmpje op YouTube gezet. En toen ben ik in mijn huisbak voor Netflix gedoken. Ik dacht, klaar. Dus ik ben gisteren dacht ik van ja, wat ga ik nou dinsdag doen? Maar nu hebben we een nieuwe maand. En dan hebben wij altijd de Journal With Us. En ik dacht, weet je, ik ga die Journal With Us pagina, ga ik gewoon in de live maken. Dus, nou, wat is Journal With Us? Journal With Us krijg je elke maand een thema. En het thema van maand maart is Quinacridone Violet. Dus de Journal With Us is nu elke maand een kleurthema. En dit is het thema voor maand maart. Quinacridone Violet. Ik weet niet of dat ik het goed uitspreek, maar dit was indigo. Dat was januari. Februari was in purple, imperial purple. En maart gaan we dus naar die moeilijke naam. Even kijken, dan haal ik hem er even uit, dat is makkelijker. Zo meteen dadelijk gebruiken. Zie Hanneke al zei. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb even op internet gekeken welke kleur dat was. Want ik heb die kleur toevallig niet in mijn verfassortiment zitten. En dan kom ik uit op ja, een beetje knallig, roze, paars. Ik ga die kleur zelf mengen en ik heb een hele hoop dingetjes in die richting van die kleuren heb ik al opgezocht gisteren. En ik heb al standjes gemaakt, ik heb een theezakje gepakt, want die heb ik ook nog een hele voorraad. Een stukje ribbelkarton en ik heb een tekst plus twee stencils heb ik uitgezocht. En dan ga ik gewoon lekker samen met jullie de pagina maken. En dan ga ik eens beginnen. Even kijken. Ja, we hadden ook een paar zoals kunnen doen. Ja, was wel makkelijker uitspreken geweest. Heel zeg. Want het is af en toe net of ik aan het vloeken ben. Nou, even wat klemmetjes erop. Want je blijft zitten. Klein beetje. Hallo Jennifer. Nice to see you here. Wat ga ik doen? Ik ga eerst even, ik had nog ook een stuk tissue wrap van Tim Holtz kwam ik tegen. Ik dacht, weet je wat, dat ga ik eens mooi gebruiken. En ik vond dit stuk, vond ik eigenlijk wel mooi. Dus dan ga ik even rij maken. En dan ga ik het even scheuren. Mensen die oortjes in hebben, ik zou zeggen even oortjes uit. Even kijken. Nou, die vlinder wil ik er eigenlijk wel gewoon in zijn geheel op hebben. Doen we dan mooi op deze pagina. En ik scheur gewoon wat stukjes af. Ja, de rest van het tissue paper, dat bewaar ik dan weer. Deze kant, deze kant. Een beetje naar beneden. Ja. Kijk, er komen nog steeds mensen binnen, gezellig. En die plak ik even met matte medium
plak ik die vast. En ik ga gewoon gaandeweg. Ik heb een klein beetje een idee in mijn hoofd, maar niet zo heel veel. Ik had gewoon van alles verzameld. Ik dacht van nou, misschien wel leuk. En dan gaan we deze kant ook doen. Ik had beter die grote mat kunnen laten liggen die ik van de week gebruikte. Die had het niet zo moeilijk hoeft te doen. Ik zou het hier nog wat gaan wobbelen. Dat wil ik niet. Ik heb de verkeerde kant het eerste gedaan, maar dat geeft niks. Zo, en dan maak ik even hiervoor dat stukje schoon. Ja, rijstpapier is ook lekker, hè? Dat is ook wel heel erg leuk om in dit soort dingen te gebruiken. Nou, en dan ga ik tegelijkertijd, want dit hoeft niet te drogen, dat droogt zo meteen wel, ga ik een stencil pakken. En dan ga ik met modeling paste ga ik wat van dat stencil erop zetten. En ik heb hier Liquitex Light Modeling Paste. Dat is heel de lichtgewicht, zeg maar. Ik heb ook een beetje over dat waxpaper. Komt niet zo spits. Het hoeft niet allemaal zo strak te zijn. Dat is juist het leuke als het niet is. En ik weet, voor sommige mensen is dat moeilijk. Was voor mij ook in het begin hoor. Ik heb er ook best wel moeite mee gehad om dat los te laten. Nou, deze kant ook nog. Dat komt omdat ik eigenlijk altijd heel secuur werkte. En heel veel deed inkleuren en zo. En dat moet allemaal secuur. Maar dit is natuurlijk een beetje mixed media. Een beetje, ja, mag allemaal. Mijn dop, waar komt dat weer? Hoe heet dat papier dat je gebruikt van Tim Holtz? Dat is tissue wrap. Tissue wrap papier van Tim Holtz. En heeft deze ook nog een andere naam? Melange. Tissue wrap Melange. Nou, de spatel mag weer terug. Doe ik even ook snel over mijn stencil. Dat is ook mijn probleem, die vlinderscheuren klopt al niet.
Oh, je bedoelt dat hij er dan niet helemaal op staat. Nou, dit ga ik even drogen. Dus ik maak even herrie. Wat voor papier gebruik je op de achtergrond? Dit is aquarelpapier. Papier wat ik gebruik voor de achtergrond is aquarelpapier. Droog. Klein stuk, pak even mijn andere hier toe, dan gaat het wat sneller. Maakt iets meer herrie. Meer moet er wel, dat ik mijn geluid uitgezet had. Even kijken. Nu wel. Voordat ik mijn geluid niet uitgezet had. Dat is niet handig. Nou, wat is nou die kleur ongeveer? Die kleur zit tussen de Bordeaux in en de Opera Pink. Dus wat ga ik doen? Ik ga wat van de Bordeaux mijn schaaltje leggen. Dat stuk net buiten beeld zie ik. En een beetje van de Opera Pink. Dan meng ik dat dadelijk. Want ik zit te twijfelen of dat ik die achtergrond wel deze kleur zal doen. Dat ik niet een andere achtergrond maak en dan dadelijk met het theezakje die mooie felle kleur pak. Ik denk dat ik dat ga doen. Maar dan moet ik even kijken welke kleur ik voor de achtergrond zal kiezen. Oh, dat Paint the Grey, dat is wel leuk. Dat past er wel precies bij. Ik denk dat ik die voor, even kijken, Paint the Grey zit hier. Dan doen we die ook een beetje in het schaaltje. En ik denk dat die wel genoeg is. Ik vind het wel heel fel om een beetje nat spuiten, een beetje naar beneden laten lopen. Of dat goed te zien is in beeld, maar ik denk het wel toch. Ik kan hem wel een beetje sturen als je wil. Anders vind ik hem echt wel te fel worden. Nou, dit laat ik even drogen. En dan ga ik mijn theezakje pakken. En dan ga ik mijn theezakje eerst ook met deze doen. Ik weet niet of dat er nog genoeg blauw in zit. Nee, er mag nog wel wat meer blauw bij.
Die ga ik ook weer even drogen. Ik heb hier de Daniel Smit verf, ja. Deze zakje is zo droog. Even kijken, wat is dit ook nog leuk, denk ik. Ja. Dan ga ik hier kijken. Groen, 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 groen. Toch van met de verf doen. Dat ik de penseel niet te nat maak. Ik heb nu olive green. Een beetje met het penseel wat van die dotjes erin kan krijgen. Vind ik wel leuk. Dan gaat het mis, dan gaat het mis. Hè? Dan pak ik dan gewoon een nieuw PT-zakje. Dit bedenk ik dus ter plekke. Kijk, zijn dit strakke rondjes? Maar dat geeft niks. Dan pak ik even wat van de felle roze. Kijk, langzamerhand krijgt mijn theezakje wel heel mooi kleur. Even kijken, kijk, ik zie een de beestleeuwen, de beestjongens. Thank you Jennifer for your explaining to Honora. Je bent een echte kunstenaar, Marga? Nee hoor, Marga doet ook maar wat hoor. Nou, die ga ik ook weer even drogen. Ik ga eens even kijken wat ik allemaal verzameld heb. Even kijken, wat ik ook had was een stukje lint. Even kijken, een beetje. Deze kleur vond ik wel leuk bij. Rafel ik dan nog een beetje. Onderkant. En ik had deze. Ja, dan ga ik even wat kleur mengen. Nou, dit daar hoef je niet zo spits te zien, hè? Niet zo precies. En dit soort dingen is voor mij ook wel een uitdaging geweest hoor, om dat los te laten. Maar goed. Donker er in het midden. Ik wil hem elke keer een beker drinken stoppen. Die zal ik eens even aan de kant zetten, want dat gaat niet lang goed, hè.
kijken. Ik ga toch weer even naar mijn groen terug. Die heb ik niet meer schaald gedaan, had ik veel beter kunnen doen. Ik heb tubetjes Daniel Smit verf en die heb ik dan hier zeg maar de wat ingedaan in die bakjes. Dankjewel voor het compliment, Rolly. Mag ik nog wat donker zo? Even kijken. Nou, ik denk dat ik ze zo laat. Kijk of ik ze een beetje kan drogen. Ik heb een nieuwe Tim Olsen tool. Deze die doet af en toe raar. Maar dan denk ik van, hij doet het nog steeds. Maar eigenlijk heel stom, want ik heb gewoon een nieuwe. Nou, zullen we eens even kijken. Stukje rubbelkarton. Heb jij een favoriet van Aquarel? Weet je, dat ligt er al aan wat je ermee wil. Ik heb Daniel Smit heb ik eigenlijk voor heel ander werk. Want ik maak ook gewoon schilderijen. Ja, dat maakte ik. Want ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd op het moment. En dan vind ik Daniel Smit verf. Deze is daar gewoon perfect voor. Maar ik vind hem soms te duur om... kijk, nu heb ik hem even gebruikt dat daar de kleur het dichtst bij zijn is. Maar ik vind hem eigenlijk te duur voor dit soort dingen. Daar ben ik heel eerlijk in. En dan, ja, dan heb ik er eigenlijk verschillende. Ik heb echt verschillende merken aan verf. En wat vind ik dan het fijnste, durf ik eigenlijk zo niet te zeggen. Er zijn zoveel die daar goed geschikt voor zijn, zeg maar. Zal ik hier ook nog een beetje... Gewoon een beetje met mijn vinger. Normaal zou ik dat met gesso doen. Maar nu heb ik de modeling paste hier in de buurt staan, dus... Pak ik gewoon een beetje van de modeling paste. Gewoon om een beetje een effect te krijgen. En ik heb niet vergeten, gaat er van alles mis. Ja, dat is altijd, hè. Dat is altijd zo. Zo. Kijk, wat heb ik hier nog meer liggen? Past hij erbij?
Kijk, dan pak ik dat theezakje en als het goed is dat lint. Dan wil ik eerst even hieronder vastzetten. Kijk, dan zit het daar in ieder geval al vast. Dan zou je zeggen van nou weet je, er steekt wat uit. Ja, dat mag. Voor mij mag dat eruit steken. Ik heb ook nog een stukje kant gevonden. Ook een beetje in die kleur. Volgens mij ben ik vandaag wel te vroeg klaar. Kijk, dat is wel leuk, toch? Kan ik die ook nog vastgenieten krijgen? Ik ga het gewoon proberen. Ik weet niet of die door deze dikte heen komt, maar... Niet geschoten is altijd mis, toch? Ja, ik vind dit wel heel erg leuk. Dan ga ik alleen proberen of dat ik nog wat kan. Een beetje meer rijvels eraan kan krijgen. Zijkant de hoede eigenlijk niet, maar... Ik ga even kijken of jullie vragen hebben tussendoor die ik gemist heb. Zie je wel, ik vind de kunstenaar exact. Weet je, ik doe het gewoon graag. En dat zal denk ik wel het dingetje zijn. Ik doe het gewoon heel erg graag. Dit is uit nood geboren ooit, heel lang geleden. Als je 21 bent en je komt thuis te zitten, dan word je gek als je niks te doen hebt. Dus ik ben eigenlijk in een keer in de hobby gaan storten. En ik heb van alles gedaan hoor. En... Toen het stempelen kwam, toen zei ik van, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Ik ga dat niet aan beginnen. Want ik heb al zoveel en ik doe al zoveel. En ik ben aan het stempelen begonnen uiteindelijk toch. Doordat ik bij iemand was en die zei van, we gaan lekker stempelen. Ik denk, nou ja, oké. Okay. En sindsdien doe ik niks anders meer. Ik ben echt in die stempelwereld blijven hangen hoor. En niks anders meer, dat is overdreven, want ik doe nou tegenwoordig ook nog wel haken, maar dit is toch wel mijn dingetje geworden. En vroeger deed ik van alles, 3D en calligrafie en oh, van alles. Ik vind hem aan die kant wel leuk, nou mis ik aan deze kant nog wat. Kijk, het washi tape, dat past ook precies bij die kleur, zie je? Dit is iets heb ik bij Ilse geleerd. Die gaat dat dus opfrommelen een beetje. Dan ga ik het ook proberen of dat bij mij ook lukt. Hè? Dus dat het niet zo recht erin komt te zitten.
Dat vind ik dan ook wel heel leuk. Eentje is wel genoeg, denk ik. Dit is een postzegel, dat is ook van Tim Holtz. Komt ook uit zo'n zakje waar van alles in zit. Even vasthouden omdat hij wat dikker is hier. To pull out my watercolors and get them wet. Yes, you must, Jennifer. Take them out of your hiding place. Leuke pagina naam. Kijk, nou, en dan wil ik eigenlijk nog ergens een tekst erbij. Even kijken. Joy Life vind ik eigenlijk wel leuk. Maar ik vind het zonde als er zoveel aan de zijkant oversteekt. Dus dat gaan we niet doen. Ja, dan ga ik wel een stukje tape weer aan de achterkant doen. En ik vind eigenlijk de onderkant is wel breed tegenover de bovenkant. Kijken of dat ik hem wat strakker weggeknipt kan krijgen. Zo. Dan wil ik eigenlijk nog dit nog erbij, de kleur en de maand erbij hebben. Dan kan ik even nog een grotere schaal pakken. Zodat ik straks ook altijd het thema terug kan zien. Hier zo plakken of een beetje, dat past denk ik net niet. Maar nee, ik ga dan aan die kant. Ik vind het wel leuk om het thema er dan toch weer bij te doen. Dat heb ik bij die andere twee ook gedaan, dus ik wilde eigenlijk een beetje doortrekken. En wat dan wel leuk is, om hier dan nog een beetje die roze kleur terug te laten komen. Dan ga ik even... te pakken om de spetters aan de andere kant tegen te gaan. Zo.
aan. Zo komt hij. Kijk, en dan heb je toch die kleur weer terug aan deze kant erin zitten. Dan zit ik even te kijken of dat ik dan nog wat mis. Of dat ik dan nog wat op mij wil doen. Nee, meestal doe ik iets in het hart van de bloem. Maar dat vind ik eigenlijk nu hier niet bij passen. Ik denk dat ik hem zo laat. Ik heb foto's gemaakt van deze live markt die gebruik ik van mijn week. Van jou, Mariette, mag. Geen probleem. Ja, het is, ik ben klaar. Het is een kortere live. Maar ja, dit gaat wel sneller. En vooral als je ook een klein beetje in je hoofd hebt wat je wilt. Ik had het niet helemaal, maar... Kijk, dan heb ik ook meteen mijn maand maart ook weer klaar. Dus dan loop ik ook weer mooi bij. Zijn er nog vragen? Dan zal ik hem even wat dichterbij houden. Misschien is dat wel leuker, zodat jullie dat... Ik weet niet wat dat... Ja, kun je wel beter zien, hè? Ja, dit is echt heel leuk om te doen, Henneke, want het is gewoon los. En ik zeg al, ik heb heel veel problemen gehad met loslaten. Maar ik vind het steeds leuker. Het nadeel van loslaten is wel dat je alles wat gaat bewaren. Kijk, hier heb ik dan zo'n klein strookje. Ja, dat gooi ik dadelijk ook weer aan de kant. Dat blijft ook weer bewaard. Dat is het enige nadeel van dingen loslaten. Want dan ja, wil je eigenlijk ook niks meer weggooien. Nee, dit journal heb ik niet zelf gemaakt. Dit is een TN van Elizabeth Crowell Design. Alleen heb ik hem aan de voorkant gepimpt, zeg maar. En ik heb dit heb ik natuurlijk wel zelf gemaakt. Moet ik alleen opletten, want dat is niet droog. Dit heb ik wel zelf gemaakt. Wat ik dus onder die elastieke schuif. Ik droog hem even en dan kan ik hem beter laten zien. Kijk, daar heb ik heb dat gestikt. En dan gaat hij onder eerst de elastiek door in het midden. Dus de pagina's die aan de binnenkant zitten, die heb ik wel gemaakt. En ik heb dit aquarelpapier, dus aquarelpapier wat ik niet zo heel fijn vond om mee te schilderen, zeg maar. Maar het is wel weer fijn voor zulke soort dingen. Want dat is zonde om weg te gooien, maar ja, deze heb ik niet, maar ik heb er wel eentje die, kan ik wel laten zien. Even kijken. Dat is voor, dan kom ik even niet op de naam, oh, dat kan ik aan de binnenkant wel zien. Journalize, ik kwam even niet op de naam. Deze heb ik dus wel zelf gemaakt, helemaal. Van spijkerstof. En dit is een wit laken dat ik in de thee geduwd heb. Nou, hier schutgedeelte. Dus dit heb ik dan wel zelf gemaakt. Kijk, hier gewoon gestikt met de naaimachine. Maar dit is echt een travel journal van Elizabeth Craft Design. Nou, hier heb ik ook gewoon een stukje spijkerstof in zitten wat ik volgespetterd heb. Maar dat past hier mooi in dat zakje. Ja, dat heb ik echt op de machine gestikt. Dit niet. Dit heb ik met... pak hem er even bij. De Memory Keeper Tool. Heb ik dit gestikt, zeg maar. Dit. Maar deze... Die heb ik echt op de naaimachine gestikt. Dus alleen ja, mijn naaimachine die staat altijd opgeborgen. En dat is eigenlijk wel jammer. Daar heb ik eigenlijk nog geen plek voor. Maar dat komt nog wel.
Dus komt er ook nog een linkje naar de spulletjes? Ja, ik moet even kijken welke spulletjes Marloes allemaal op voorraad had hiervan. Maar ik ga zo meteen, ga ik hem filmpje zo meteen. Ik ga het filmpje op YouTube zetten. En daar zet ik zoveel mogelijk linken bij van de spullen die ik gebruikt heb. Zolang ze in de webshop staan en ik kan ze linken, zet ik ze erbij. Even kijken, nog meer vragen. Ja, is gewoon heel leuk, Ria. Is gewoon echt heel leuk om te doen. Gewoon lekker loslaten. Gewoon, ja. Ik hou er wel van. Ik heb er in het begin moeite mee gehad, zei ik al. Maar ik vind het helemaal geweldig om te doen. En het maakt ook niet uit wat je gebruikt. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld ook helemaal geen foto's in. Alleen hiervoor. Dus dat hoeft niet altijd. Nou, deze vind ik eigenlijk ook alweer geslaagd. Dus. Ik heb nog een kleintje, maar die doet het niet zo goed. Jammer. Even kijken. Naaimachientje, oké. Nou, ik heb eigenlijk een hele dure naaimachine. Maar ja, die is ook alweer 25 jaar oud hoor. Maar die heb ik toen gekocht voordat onze Rick geboren werd. Nou, die is 25, dus. Ik heb nu zoiets van: nou, hij mag ook wel dingen doen die ik leuk vind. Maar het is er niet zo goed voor. Als je een hele dure naaimachine hebt, is het er niet zo goed voor. Verder nog vragen? Niet meer? Nou, dan zou ik zeggen dank voor het kijken. Ik ga het weer op YouTube zetten. En dan even kijken, vrijdag ben ik er niet. Dan ben ik er als goed is volgende week dinsdag weer. Ja, groetjes. Doei doei.